Healthy Fest. A break for your mind and boost for your body. 3 juni is het zover. Dan doe ik de officiële opening van Healthy Fest. In deze mooie bosrijke omgeving van Centerparks de Eemhof. 3 dagen lang die helemaal in het teken zullen staan van sport, mind, food en friends. Het gaat allemaal om bewegen, om gezond en lekker eten. En er zijn heel veel vragen binnengekomen via Facebook van wat gaan we dan precies doen? Aan mij natuurlijk de taak om daar dan de antwoorden op te krijgen. Dus ik ga langs bij de sprekers, bij de coaches en bij de trainers. En dan hoop ik dat jullie een goed beeld krijgen van wat in die 3 dagen allemaal gaat gebeuren. Niels en Jermaine, jullie zijn de loopcoaches van Healthy Fest. Welke afstanden gaan jullie doen? Wij gaan de 5 kilometer doen, dat is een recovery run. En we gaan 10 kilometer, lange run gaan we doen. Nou, dat brengt me eigenlijk meteen bij een vraag van Facebook die gesteld is voor jullie. Is het mogelijk om de run mee te doen als je onervaren renner bent? Ik ga er wel vanuit dat mensen wel een stukje kunnen lopen. Dus als je nooit gerend hebt, dan zou ik het niet doen. Maar als je wel een keer 4 of 3 kilometer hard gaat gelopen, dan zou ik het wel doen. Want we wachten sowieso op iedereen. Maar hoe zit het met het tempo? Want ik weet, vroeger dacht ik met rennen heel hard rennen. Terwijl joggen schijnt net zo goed te zijn, hè? Het ligt er ook aan waar train je voor. Wil je afvallen, is het beter om langer en rustiger te lopen. En wil je iets met de spieren gaan doen, wil je iets presteren, dan kan je harder lopen. En wat is jullie advies om te doen na de run? Ik zou na de run iets doen van yoga, omdat je dan goed de spieren strekt. Nou, komt dat even goed uit, want yoga is natuurlijk ook te doen op Healthy Fest. Mogen jullie je ogen zachtjes openen, je handen voor je borst brengen. Dank jullie wel. Namaste. Namaste. Ja, dit zag er echt ontzettend goed uit, hoe meiden. Ja, jullie zijn natuurlijk volledig aan het oriënteren voor Healthy Fest. Maar dit leek me best wel pittig, als ik eerlijk ben. Ja, jij bent yogadocente, Tanisha. Ja. Wat voor soort yoga ga je doen op Healthy Fest? Ik ga eigenlijk een les geven die gefocust is op detoxen. En daar probeer ik eigenlijk ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen. We hebben een aantal vragen voor jou gekregen op Facebook. Eén daarvan is het nodig om erg lenig te zijn voordat je meedoet aan een les? Of kun je ook als stijve hark, praat ik nu vanuit mezelf, een lesje vol? Juist op het moment dat je wat stijver bent, is het heel erg goed om mee te doen. Zodat je langzaam, heel langzaam over de tijd misschien inderdaad wat leniger kan worden. Voeding lijkt me ook niet onbelangrijk. Zeker, als je heel veel gegeten hebt en daarna de yogamat op gaat, denk ik niet echt dat dat heel beneficial is. Oké, dus dat is een hele goede tip. Dankjewel voor je mooie uitleg. Welkom. En nu maar aan de slag, zou ik zeggen. Het was heerlijk relaxed bij Tanisha. Ik ben helemaal klaar voor een goede power juice. En waar kan ik dat nou beter doen dan in de foodhallen bij Vivian Rijs? Oké, Viv, daar staan we dan. Ja. Jij bent erbij op Healthy Fest. Absoluut. Wat ga je doen? Ik ga mijn 10 gouden regels eigenlijk een beetje uitleggen waar ik voor sta. Hoop op die manier heel veel vrouwen, maar ook mannen, te inspireren om gezonder te gaan leven. Zijn er bepaalde producten waarvan je zegt je moet ze dagelijks eten en dan is het echt een ontzettende boost voor je gezondheid? Nou, er zijn een aantal dingen die ik dagelijks eet en die ik ook iedereen aanraad. Dat is altijd bladgroen. Daily eet ik eigenlijk een avocado voor de juiste vetten. En kurkuma. Kurkuma is een wortel, dus het lijkt een beetje op gember. En dit is eigenlijk samen met omega-3 de beste ontstekingsremmer die er is. Oké, Viv, allemaal mooie ingrediënten. Kun je ons misschien laten zien hoe je het toepast? Dat we een lekker recept op internet kunnen zetten. Ja, zeker. Op een power juice. Ik zie je op Healthy Fest. Ja. Meiden, jullie zijn al heel druk bezig, zie ik. Een heel schema aan het samenstellen. Het is moeilijk, zeker, te doen. Heel veel keuzes. Ja, wat spreken jullie zo aan een Healthy Fest? Nou ja, niks hoeft, hè. Alles mag. Dus je mag zelf uitkiezen wanneer je wil sporten. Of je helemaal hard wil gaan, lekker wil gaan zweten. Of dat je even relaxed wat je gaat doen ergens. En zijn er veel dingen die jullie met z'n 3 gaan doen? Of zijn er ook heel veel dingen die jullie individueel willen gaan doen? Ja, ook wel individueel, denk ik. Dat denk ik ook, ja. Ik wil wel graag wielrennen. Maar jullie niet. Nee, zij wil meer voor de mindset gaan. En ik ga toch wel liever voor de bootcamp even pittig er doorheen. Ja, ja. Aan het eind van het weekend zag ik dat er een leuke beach barbecue is. Dus dat lijkt me wel leuk om elkaar daar te ontmoeten. Oké, meiden. En laten we ons allemaal in het zweet werken en relaxen. Zeker. De goede combi. Cheers. 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 Het belooft een onwijs verwend weekend te worden. A break for your mind, a boost for your body.